Ik ben Jan Burggraaf. We zijn hier in Alphen aan de Rijn op ons melkveebedrijf. Dat ligt tussen Gouda, Leiden en Utrecht eigenlijk. We melken hier 115 koeien. Dat zijn melk- en kalfkoeien en we hebben hier ook een vergaderlocatie en tevens een melktap en een kaasautomaat. We molken sinds 2003 in een 2x68 graden melkstal. De tijd die je kwijt bent met het melken werd doordat de veestapel langzaam groeide toch steeds intensiever. En in die tijd kan je nooit eigenlijk bij je gezin zijn. Dus daarom hebben wij eigenlijk gekozen om in 2015 al een andere stal te bouwen met wat uitbreiding. En daar al op in te zetten van we houden rekening mee dat we in de toekomst met twee robots gaan melken. En die stap hebben we gezet in november 2021. Ik vind het gewoon een hele mooie machine die goed functioneert. Hij vindt eigenlijk van oudere, jongere koeien met allerlei soorten uien, hij vindt alle spenen. Hij is heel vlot qua melken. Ik vind het fijn dat hij ook oudere koeien met bijzondere uien of driespenen, dat hij die eigenlijk alles kan melken. Ik heb sinds die tijd nog geen koeien opgeruimd die ik voor de VMS dacht dat die niet te melken waren. Maar hij kan gewoon alle driespenen, vierkanten, alle koeien melkt hij probleemloos. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Wij hebben gekozen voor het complete servicepakket omdat we graag ontzorgd wilden worden en dat ik wil dat, dat alles optimaal functioneert. Dat vind ik wel heel belangrijk en ook dat geeft een stuk bedrijfszekerheid. Nou, ik heb gekozen voor de RePro module omdat ik vond dat je nog best wel, vooral als de koeien in de wei lopen, veel tochten mist. En dat mijn tussenkalftijd eigenlijk hoog genoeg was en dat ik dat eigenlijk iets wilde verkorten. Je bent altijd op tijd, zeg maar. Je kan altijd de tochten signaleren, zeg maar. Ik vind het wel mooi om te zien dat je inzichtelijk krijgt dat hij ziet de koeien al eerder tochtig, dat de tocht eraan gaat komen en dat je zelf nog geen verschijnselen ziet eigenlijk. Wij weiden de koeien 's morgens heel vroeg en dan gaan ze naar buiten om 5:30 of 6:00. Nou ja, dan zie je, zeg maar, voordat je uit je bed komt, zie je de koeien eigenlijk een groot deel zie je niet, want dan lopen ze al in de wei. En daardoor is het zo mooi dat, dat je die RePro heb, als die al koeien gesignaleerd hebt de dag ervoor, dan selecteer ik ze. Dan druk ik ze op selecteren en dan houdt hij die koeien binnen. En dan zorgt hij dat ze in de selectieruimte komen. En dan kunnen ze geïnsemineerd worden. En zo doe ik dat bij de koeien de dag erop ook. Dan kijk ik s'avonds van welke koeien de volgende dag toch verwacht worden. En die zet je al in selectie en de bewijdingsbox houdt die koeien binnen. En die zorgt dan dat ze geselecteerd worden. En dat is zo mooi om te zien dat je, dat je dat al zo op tijd signaleert en dat je ze daardoor beter in het oog hebt, zeg maar. Nou, je kan gewoon door al je data te bekijken, kan je je veestapel in de gaten houden. Ja, die RePro, die ziet ze gewoon. Dat is echt mooi.